Voor de vierde keer wordt in Terneuzen de Korenroute gehouden. Dat gebeurt volgende week zaterdag 5 oktober inderdaad. De Korenroute is een initiatief van Popcor Eigenwijs. En daarvan hebben wij te gast Ali Rijks en Jo Luiks. Vandaag goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ik zit er al een tijdje bij in onze cave, zal ik maar zeggen, hier zo bij GoFM. Man cave. Man cave in de kranten zijn altijd biertenten. En ik snap dat eigenlijk niet, maar dat is een heel andere discussie natuurlijk. Ja. We gaan het over muziek hebben. Allereerst, hoe is het in de tijd ontstaan, het idee? Waar komt het vandaan, die korenroute? Jo, is dat eigen idee of iets uit het land? Een paar jaar geleden, 2013 is het ontstaan. Dat is de eerste korenroute georganiseerd door Popcor Eigenwijs. Mm-hmm. En de afspraak is toen gemaakt, het is een gewoonte nu om de twee jaar een korenroute hier in Terneuzen door Popcor Eigenwijs te organiseren. Goed initiatief. Wij staan voor de 5 oktober, want dan vindt het plaats hier op de markt. Ja, natuurlijk. Ja. Staan we scherp. We repeteren ons rot met onze eigen orkest. Want dat vind ik, of orkest, onze eigen band. Ja. Oké. Okay. Ja, bende 2.0. Fantastische Bende 2.0. Bende 2.0. Dat versta ik goed, hè? Oké, okay. Ja. Met een E. Nooit van gehoord? We hebben het altijd over een band. Als we zonder de band oefenen op onze repetitieavond, mm-hmm, is niet altijd de band aanwezig. Nee, dat snap ik. Zij hebben ook eigenlijk een eigen avond natuurlijk om de nummers helemaal naar hun eigen stijl te maken. Mm-hmm. Echt, heb ik ook veel bewondering voor dat ze dat zo mooi neerzetten. Ja, geweldig. Dus de leukste avond is eigenlijk als zij er zijn, maar wij moeten natuurlijk ook repeteren en dat doen we dan met een band. Oké. Ja, dat is eigenlijk al die woorden die er dus bij zijn en het is de tweede band eigenlijk waar we nu mee verder gaan. Want zoals Jo net al zei, bent die 15-jarige jubileum hebben we het best groot opgezet door in het theater op te treden en een korenroute te hebben. Ja. En nu voor het nieuwe jubileum, 20 jaar, wat vorig jaar was, is eigenlijk deze band ontstaan met nieuwe leden. Okay. Behalve Mario, de drummer, die is er nog steeds bij. Die jongens, hadden we net Iedereen is van de Wereld, een van de nummers die jullie ook ten gehore gaan brengen. Ja. Daar leeft die band zich wel in uitnemen, kan. Zeker. Bij allemaal, hè. Er wordt veel gezongen, maar er wordt ook een poepje muziek gemaakt. En om dat in de klauwen te houden, want we zijn met 50, nou ongeveer 50 koorleden, zeg maar. Ja, begrijp je, bas, tenor, alt en sopraan. Mm-hmm. Daarbij 4 mensen waar we het net over hadden van Bende 2.0. Waar Mario onder andere de drums heeft. En een andere Mario Rijkaard, synthesizers. Noemt die andere twee ook even nog. Maarten en Zolt. We hebben 2 Mario's. 1 Maarten en Zolt, gitaar, joh. 3 M'en en een S heb Precies. Ja, precies. En die zijn fantastisch. Een zet. Om dat die hele bende, zeg maar, alles bij elkaar. Bende met hoofdletter, hè, het koor en orkest bij elkaar te houden. Dat doet Christine Vermaas, onze dirigent. Want dat is de kunst, hè? Dat was, je maait het gras een beetje weg voor mijn voet. Want dan moet je wel, dan moet je een geheel van maken. Hebben jullie ervaring mee? Want het is elk jaar wel elke keer opnieuw spannend, denk ik dan. Oh ja, zeker. Het is de naartoe werken en dan zorgen dat toch alles bij elkaar komt. Waar we natuurlijk de laatste paar weken zeker mee bezig zijn. Ja. En dan de puntjes op de i, hè, dat maakt natuurlijk het optreden echt. Natuurlijk. Dat vraagt, nou ja, en we hebben het nu over onszelf natuurlijk. Wij oefenen en we oefenen met de band. Ja, maar je bent maar niet alleen. Maar er zijn ook, is nogal veel meer wat nodig is om zo'n korenroute te organiseren. Hoeveel koren komen er? 20 koren. 20 koren. En die komen uit heel Nederland, België? Of komen die vanuit heel, zeg maar, Zuid-Nederland. Ze komen vanuit Brabant en Zeeland en Belgisch. Ja. We hebben precies uit Zuid-Holland, zag ik een koor. En een aantal in Brabant. Best wel wat. Want er zijn zoveel koren tegenwoordig. En toch een aantal uit Zeeuws-Vlaanderen ook. Ik vroeg me af hoe het in het algemeen met de koren is. Er zijn zoveel koren, dus dat is altijd nog wel populair. Met voornamelijk damesstemmen en altijd een tekort aan herenstemmen. Hè? Ja, dat meestal, hoor, zie meestal. Je meestal wel terug. Er zijn ook wel mannenkoren. Hè? Ja, Jo meegenomen, dat is een herenstem. Ja, herenstem. Ja, oké. Iwan Rebroff bij je nog niet, Jo? Wat zeg je? Iwan Rebroff bij je nog niet? Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar dat is een beetje het beeld wat we hebben natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dat klopt. Maar David Mensers bijvoorbeeld, dat is een mannenkoor hier in de buurt. Trouwens, ik vind wel in Zeeuws-Vlaanderen dat er veel koren inderdaad, wat Ellie net zei, zijn. Oké, dat is positief. En dat is positief. Ja. En wat muziek betreft, van harmonie tot bandjes, noem het allemaal maar op wat dat betreft. Wat kunnen we, hoe ziet de dag er in grote lijn uit volgende week?
Dat begint 's middags om 12:30. Om 12:30. En niet denken dat het alleen op de markt te doen is. Want... Nee, want de markt is het eerste wat je zegt. Je hebt een flyer er ook van zien. Ja, een mooie flyer, want dat is wel handig als je echt... Het is een route. Je kunt dus eigenlijk om de 3 kwartier... Weer naar een ander optreden. Of je kan zelfs heen en weer lopen. Want het is best in het centrum van Terneuzen. Mm-hmm. En het is vooral ook aan een horecagelegenheid gekoppeld. Hè. Die geven ons eigenlijk ook die mogelijkheid om die ruimte om op te treden. En daar staan gewoon verschillende koren. En in het foldertje die ik net, of die flyer die ik nu net heb gepakt, staat ook heel duidelijk of het een gospelkoor is of een popkoor. Dus kun je eigenlijk... op de website ook terugvinden, neem ik aan, deze route. En, het staat er helemaal ook helemaal. En de flyer, waar kan ik die verkrijgen? Nou, op de locatie zelf zullen ze aanwezig zijn. Okay. Du Commerce is een beetje onze plek ook waar wij gewoonlijk oefenen. Dus daar is zeker ook alles aanwezig. Oké. Dat zijn die locaties. Die kunnen de mensen terugvinden op de website. En op de website, want de Popcorn heeft een eigen website. Precies, noem hem een keer. Popcorn eigenwijs, zoek maar op. En, kijk, dat vind even je... googlen. En... Ja, .com, want anders kom je op een ander... Er is nog een koor die zo heet. Zit je ergens in Gelderland. Dat ik vraag het voor de zekerheid natuurlijk. Maar zet het woord Terneuzen erbij en dan kom je naar heel eind. Ja, zeker. Dus selecteer je nou nog die koren die nou komen, selecteer jullie die op repertoire of zo? Hoe zit dat? Nodig je die uit in Ikea toch wel? Je begrijpt dat in de loop van de jaren een heel bestand is van koren. En het is ook een bestuur, want er zit ook een behoorlijk bestuur achter onze club. Die nodigen x aantal koren uit. En natuurlijk is er een maximum aan, er komen zo'n 20 koren. En dat is aan het bestuur om dat te regelen. Oké, maar die weet ik nodig koor X uit. Dus die doen ongeveer dit en dat vind ik fijn. Ja, dat is allemaal hetzelfde gaan zingen. Jullie zingen Iedereen is van de Wereld. Kan best in een ander koor dat misschien ook naartoe, of niet? Dat zou eventueel kunnen. Zou eventueel ik heb kunnen. Wat zitten kijken naar de koren. En ik dacht, het is toch altijd weer leuk om eens te zien wat een ander koor doet en hoe het brengt. Juist. Maar het mooie is dat soms een nummer door het ene koor heel anders geïnterpreteerd is dan het andere. Ja, dat kan ook natuurlijk. Natuurlijk, wij maken, Iedereen is van de Wereld, is van een band. Maar wij zingen het met een koor. En dan krijg je variaties erop die soms ook heel boeiend kunnen zijn. Want ik vind het ook altijd leuk om bij andere koren te kijken. En hoe die het doen. Hoe die het doen. En waar de accenten liggen. En, Zo kun je ook bekijken. Vind ik ook het mooie van coverbands. Die brengen de dingen, de nummers soms heel anders. Maar, en dat zijn details die dan... Maar wil ik bij een coverband gewoon eens zo goed mogelijk naspelen. Want dat is mijn idee natuurlijk. Tenzij je het erg goed interpreteert. Volgende week is het zover. Ja. 'S middags, als de mensen meer willen weten, gaan we naar de website toe. Het makkelijkste van al natuurlijk. Van Popcorn eigenwijs. De flyer is verkrijgbaar bij de plaatsen waar ze komen. Ik moet uitkijken met het noemen van de namen natuurlijk. Want dan krijgen we ellende met de reclame mensen. Maar dat vinden ze vanzelf terug. Er is er een genoemd. Ga naar de Mart. Zoek een café uit daar. En zeg van, ken je Popcorn? Nee, dan moet je naar het volgende café. Zo kom je er ook wel, denk ik. Ik zit te denken... We hebben een paar nummers uitgekozen. Iedereen is van de Wereld. Die hebben een hele setlist. Ja. Wat is er nou zo leuk aan Adele en Rolling in the Deep? Ja, ik vind het een goede plaat. Laat me niet verkeerd verstaan. Maar wat vindt de koor ervan? Nou, ik vind het galmen. Ja. Ik vind dat sterke ritme wat erin zit. Ja. En de kracht waarmee je het kan zingen. En dan voel je eigenlijk ook Adele die dat zo stevig kon neerzetten. Zo'n climax die erin zit een beetje. Precies. Ja, en dat nummer leent zich daarvoor om wat jij zegt, om lekker te galmen. Ja, precies. Maar het wordt gecontroleerd gegalmd. Hè. Als ik nog één ding mag zeggen, om 5 uur op de markt is de slotmanifestatie. En dat is? Dan komen alle koren bij elkaar. En dan. En wat is het definitief lied wat ze zingen? Of mag we zingen dan Stil in mij en Iedereen is van de Wereld. Ja. Hè, waar we net, het mooiste einde natuurlijk. Er zit een gedachte achter. Ja, John, zit een gedachte achter. Ja. Oké, we kunnen lang nog door. Maar ik stel voor dat we Adele even laten horen zoals zij het denkt dat het moet. Ja. En jullie laten volgende week horen hoe jullie het eigenlijk ook wel leuk vinden. Dank je vriendelijk voor de komst naar de studio. Jorax en Elly Rijks. Graag gedaan. Korenroute, dus daar hadden we het over. Jo en Elly spraken over. Sprake erover namens Popcorn eigenwijs organisator. Volgende week dus in Terneuzen 5 oktober. En het is een van de liedjes die je zonder meer gaat horen. Adele, Rolling in the Deep.